De Eros Side Story. Hoe ben ik in Eros gekomen? Mijn levensverhaal. Mijn geboorte vond plaats in een rustig huisje in de bergen. Nooit, maar dan ook echt nooit, was er iemand die ons stoorde. Mijn hobby is altijd al geweest om de grootste bergen en de diepste mijnen te ontdekken. Zo ontdekte ik dat er dicht bij ons huis een grote gevaarlijke grot zat waar veel enge monsters uit kwamen lopen. Ik probeerde mijn familie hier tegen te beschermen, met succes. Ik bezocht vaak de plaatselijke kroeg, waar ik mensen leerde kennen zoals Alex, Hidde en Delano. Over het algemeen had ik een fijne jeugd. Hier in het dorpje en natuurlijk bij mijn huis in de bergen. Ik raakte goed bevriend met Alex en we domineerden de haven. We groeiden op en er begon een baard te groeien bij ons. Ik besloot terug te gaan naar mijn familie. Maar op dat moment trof ik iets vreselijks aan. Mijn familie is verdwenen. De eer moest gered worden, want niemand komt aan mijn familie. Fort Cavendish. Mijn hobby werd mijn werk. Ik ontdekte het kwaad van de wereld. Morgoth. De piraten van de Black Death. Die iedereen willen uitmoorden. Ik voelde me bedreigd. En ik besloot om me terug te trekken en te wachten op een opdracht. De opdracht van Milan, na jarenlang wachten om Eros te bevrijden van de inwoning. Mijn ouders heb ik nooit meer gevonden. Niemand weet waar ze zijn. Maar Eros is van mij.